altijd in de achterste dus, want er liep het water heel hard weg. Ja, ik vind ook door die waren zo goed ongeveer. Ja, maar ik zeg al, de camping op zich die was hartstikke goed, maar het zijn de mensen die er een rotzooi maken. Ja, ik vond die douches en dan zei die andere Nederlanders met afwassen toen ook, dat water stroomde veel te langzaam weg. Ja. Je stond helemaal tot je enkels in de water. Ja, daar moet de water schoenen. Dat is alleen hoe je dat doet douchen. Ja. Ik heb nooit met mijn enkels in het water. Ik wel. Ik deed niet eens mijn eigen kop was. Eerst gewoon afsproeien. Ja, deed ik dus dan nog. Inzeepen. Dan weer afsproeien. Dan weer inzeepen en dan weer afsproeien. Ja. En dan elke keer tussendoor... Eerst de kraan openzetten, wachten tot het warm wordt, ja, dan inzeepen, een beetje opletten dat je niet nat wordt, dan nat worden, dan inzeepen, dan douchefris weer weg, en dan ding, en dan is het enkels al onder water. Ja, dat hoort dat. Ja. Ja, maar dat is fout. Waarom? Zeg toch dat je zuinig moet zijn met water? Nou, ja, dan is alles tegenovergestelde. Precies! Ja, dat dacht ik wel. Ja. Zo ben ik, hè? Ja. Je luistert toch nooit niet naar wat ik zeg. Ik zeg, je moet kijken naar welke douche daar het snelste weg lukt. Nou, ik checkte altijd welke douche, droogste was. Die checkte ik altijd. De achterste douche die liep het hardste weg bij ons. Nou, dus wat doe ik? Ik doe eerst mijn haren wassen. Ja, ik ook. Nou, dan zet ik de douche af en dan dreun ik mijn haren al af. Nee, dan doe ik nog een keer mijn haren wassen. Oh, welke haren? Het is drie baans als je hem in wil halen. Hij gaat dan naar rechts. Hij gaat dan naar rechts. Hier en hier hoor. Als hij niet had gezien, dan zou hij zien dat ik al vanaf voor de brug aan het kijken was wanneer er een plek was om. Ja, maar het is drie baans. Al wil je nou voorbij, dan zet je je knipperlicht aan. Dan gaan die andere mensen op de derde baan rijden. Dan snappen ze, oh, hij wil hem voorbij. Hoeveel tijd heb je nog, Edwin? Verre, hoeveel tijd heb je nog? Kijk, het is nu bijna 11 uur. We zijn dat. Pauze voorstel over 48 minuten. Verre heeft eerst zijn ding gedaan. Maar in ieder geval, het is allemaal goed gegaan op de camping hoor. Hier heb je weer tenminste volop Max en zo. Ik had speciaal voor de vakantie McDonald's in Oostenrijk erop gezet en bijna geen één langs de snelweg. Nee. Burger King is ook beter als de McDonald's. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Wat ja, dan even. Zegt hij zelf ja. Ik zei ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik kan ook zeggen, oké. Okay. Nee, jij hebt gezegd ja, oké. Okay. Ja, ik kan zeggen ja, oké. Okay. Of ik kan zeggen, oké. Okay. Of ik kan zeggen nee, oké. Okay. Of ik kan zeggen, oké. Okay. En dat was het. Boink. Doe maar op een bol. Nee, wacht. Niet zo. Ja. Koningsvast. Vast. Koningsvast. Is dat 21 graden weer? Hey, is koud, man. Ja, het was helemaal niet koud buiten. Echt wel. Maar goed dat ik mijn winterjas in de achterbak had liggen. Hey. Ferry. Ja, mam. Die heb ik hier binnen gelegd. En wie in deze nog?
Luxemburg proberen, dat lukte niet. Kijk dan. De houdbaarheidsdatum. Moet je even omdraaien, 15, 17, omdraaien. Even omdraaien. Gevaarlijke situatie over 2 kilometer of zo. Ja. Nederlandse radio. Heel ze er weer op zijn snoep, dan heb je 132 calorieën. Boeiend. Is dat niet meer boeiend? Bye.